Nou, ik wil de gelegenheid van de gelegenheid gebruik maken om de loftrompet te steken over het boek Portret van een onbekend meisje van Alexander Skorobogatov. Het is een Wit-Russische schrijver, woont al 25 jaar in Antwerpen, dus je zou hem ook gewoon gerust een Belg kunnen noemen. Ja, wat kan ik over dat boek zeggen? Uren over praten, maar eigenlijk moet ik alleen maar zeggen dat het een prachtig roman is. Hij heeft het al lang geleden geschreven. Het is vorig jaar in vertaling bij Cossé uitgekomen. Het is een zinderende roman. Het is prikkelend, het is prachtig. De taal is wonderschoon. Het meandert. Alle kanten gaat het op. En het neemt je mee. En net op het moment dat je in slaap wordt gewiegd door wuivend koren, word je keihard in de werkelijkheid gesleept en sta je gewoon helemaal kapot aan het eind van het boek. Je sluit het boek en je denkt, what the fuck happened? Beautiful. Lezen.